Vandaag, vrijdag de 11e van de 11e van de 11e, vierde Leo Kuipers in Bakhuizen zijn 11e verjaardag. Dat was voor zijn klasgenoten van basisschool De Toekomst reden om een feestje te bouwen. Natuurlijk precies om 11 minuten over 11. Muziekkorps Euphonia en de carnavalsvereniging werden uitgenodigd. Zijn klasgenoten nodigden het Jeugdjournaal uit en Omroep Friesland en GPTV kwamen ook. Het werd een verjaardag om nooit te vergeten, want ook de carnavalsvereniging De Viefkes vierde de 11e van de 11e. Leo Kuipers was het stralende middelpunt van de feestelijkheden voor de camera van 3 tv-zenders. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vertel eens even, jullie hebben een brief geschreven naar het Jeugdjournaal, hè? Ja. En wat stond erin? Dat Leo, omdat hij op 11-11-11-11 of zoiets jarig was. En dat vonden wij wel bijzonder. En dan dat het Jeugdjournaal wou komen. Geweldig. Is Leo een speciale jongen? Ja, bij ons in de klas wel. Wat is er speciaal aan hem? Hij wordt vandaag 11. Het is 2011. Het is ook nog Sint Maarten. Dat is ook heel bijzonder. Wist je er iets vanaf? Ja, een beetje. Maar het was wel een leuk feestje wat je nou vandaag hebt. Ja. Heb je iets met het getal 11? Ja. Vertel. 11 ooms en tantes, huisnummer 11, is mijn geluksgetal, 11 kinderen in de klas. En je bent op 11 november jarig. Ja, en ik word ook 11. Het is geweldig. Niet ontbreken op jullie nationale feestdag. Hè? Nee, dit is zo'n bijzondere carnavalsdag. De 11e van de 11e van de 11e. Dat maken we nooit meer mee. Nee. Nee, ja. Dus dat moest wel een keer. Hoe vieren jullie het feest vandaag? We gaan met de vereniging erop uit naar Blauw Huis. Want die bestaan dus ook 44 jaar. Dus daar gaat de vereniging vanavond heen. En overdag hadden we zoiets van, ja, we moeten naar Leo toe. Want dat is toch ook wel een toekomstig lid van de carnaval, hopen we. En we gaan die kant op. Dus heel bijzonder, ja. Maar wat is Leo voor jongen? Hij houdt van lezen. Wat zeg je? Hij houdt van lezen. Oké. Maar het is wel een leuke jongen. Ja. Anders hadden jullie die vraag niet geschreven natuurlijk. Ja. Of ben jij een beetje verliefd op hem? Nee. Wie is er verliefd op Leo? Heb ik het gelijk goed gedaan? Geweest. Ja, maar nou vandaag weer een klein beetje omdat hij jarig is. Nee. Ja. Oké. Nou, er was daar een meisje. Die zei dat ze speciaal voor je gedaan had, omdat ze vroeger verliefd op je was. Oh. Dan weet jij wel wie het is, denk ik. Nee. Nee? Oh, nou, dan zie je dat vanavond op tv. Oké. Oké, hoi.